Goedemorgen. Mag ik even naast je zitten? Ja, kom maar. Hartstikke mooi. Tas even. Een beetje van, hè? Vroeg in de morgen. En waar schrik je dan van? Nou ja, een dikke camera voor je neus, dat is wel even anders in de morgen, in de vroeg. Dus vroeg in de morgen. Ja. Nou, ik ben een half jaar tussenuit geweest, dus ik moet alles een beetje inhalen. Nou, eigenlijk een jaartje bijna. Ja. Dus vanwege stage en studieuitwisseling in het buitenland. Dus ja, ik ben sinds kort een paar weken weer terug. Ja. Dus, ja. Waar ben je naartoe geweest dan? Ik ben eerst in Portugal geweest een half jaar. En vervolgens een half jaar naar Litouwen. Oh, dat ligt een eindje uit elkaar, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dan ben ik 3 weken thuis geweest en volgens gelijk weer naar Litouwen geweest. En, ja. Ja. Nou, wat heb je in die landen gedaan? Eerst heb ik een stage gedaan, vooral een 3D-animatie. Dat ligt me wel lekker. En daarna heb ik een studieuitwisseling gedaan op een school. Ja. En, of in dezelfde richting. Maar wat houdt dat dan precies in? Nou ja, ik weet niet of je gehoord hebt van het Erasmus-programma. Dat je... Oké, nou ja, dan als je student bent die stage wil gaan lopen in het buitenland, dat kan ondersteund worden door de Erasmus. Dan krijg je ook bepaalde Erasmusfonds voor. Ja. En je kan gewoon je school doen, gewoon je punten halen en vervolgens, dan heb je een stukje unieke ervaring bij. Ja. En dat is duidelijk. Maar wat doe je nou precies als je in Portugal of in Litouwen bent en je loopt daar stage? Wat zijn jouw activiteiten dan? Nou, dat is een studieuitwisseling, maar ik moet zeggen, activiteiten, nou ja, je gaat naar school, maar voor de rest doe je ook veel leuke dingen tussendoor. Ja, ja, ja. Feestjes en je voelt wel aankomen, denk ik. Ja, mooie ervaring. Ja, dat kan ik horen. Zit er voor mij niet meer in, denk ik. Nee, dat moet je... Hey, maar wat voor opleiding doe je nou? Ik doe een CMD op NL. En wat houdt dat in, die afkorting? Communication en Multimedia Design. Waar ben jij over 5 jaar? Ik hoop dat ik aan een zwembad zit met een cocktail in mijn hand. Maar dat zie ik nog niet snel aankomen. Nee. En qua werk? Wat voor werk doe je over 5 jaar? Ben je badmeester dan bij dat zwembad? Of, Nee. Die heb ik zelf. Maar nou. Dat is... Ja, moet ik even nadenken. Ik wil misschien zelf wat een ondernemer gaan doen of gewoon bij een bedrijf. En wie weet, ja, het kan ook zijn dat ik straks heel wat anders doe. Ja. Je weet nooit hoe de markt in elkaar zit, nee. Arbeidsmarkt. Nee, klopt. Dus ja. Zeker nu niet, hè? Nee, inderdaad. Dus ja, het is altijd een beetje aanwachten, vind ik. Ja. Maar dit is een verrassing voor mij. Nou, ik wens je heel veel succes met je opleiding. Ik ben benieuwd wat je ooit nog eens gaat doen. Ja, ik ook. En mochten wij nog eens verlegen zitten om een reportage in Litouwen of Portugal, dan kunnen we je bellen? Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we met je mee. Hey, bedankt, hè. Graag gedaan.